Het ging er maandagochtend fanatiek aan toe op de hertgang. Vier teams streden om de voetvolleytitel bij PSV. Matthias Sanka-Jurgensen had een opvallende rol. Waar de verdediger tijdens wedstrijden van PSV nog weinig heeft laten zien, bleek tijdens het voetvolley dat hij een ware uitblinker is in dit spelletje. De vier teams van vier spelers speelden één keer tegen elkaar. In de finale stonden het team van Oscar Hildemark en Jeffrey Bruma tegenover het team van Stijn Schaars en Jetro Willems. De mooiste rally van de ochtend was deze. Er ontstond wat discussie over de winnaar. En terwijl Bakkali een bal in de goal krulde, ging trainer Cocu met de puntentelling aan de slag. De grote winnaars van het voetvolleytoernooi waren uiteindelijk Willems, Schaars, Matafs en Zanka.